Yo boys en girls, welkom weer terug bij een nieuwe video. Vandaag is het een Q&A die ik heb gemaakt, die ik nog wou doen. Ik heb een poll op Insta geplaatst, dus wacht. Ja, dan moet ik nog. Ik ga die zo dadelijk in beeld brengen. Ik heb de vraag gehad. Ja, de Lambrecht 2005 vraagt: mening plus cijfer. Een mening is het beste zusgen ooit. Een cijfer kan ik niet anders dan 10 geven. Michael Marquez vraagt: wat is jouw favoriete jeugdserie van vroeger? Mijn favoriete jeugdserie van vroeger: SpongeBob SquarePants. SpongeBob vooral. SpongeBob SquarePants. Dan vraagt Official DJ Sven Rix, ofwel Sven Wilkens: is er iets wat je nog wil doen of hebben? Ik zou graag nog een rondreis maken door Europa. Een rondreis maken door de Verenigde Staten. Wat ik zeker nog wil doen is vloggen op Alpe d'Huez. Lijkt me wel leuk. Volgend jaar natuurlijk, als ik een vlogkamer heb, vloggen op Alpe d'Huez. Wat wil ik sowieso nog hebben? Ja, en wat ik wil hebben is nog een vlogcamera, een statief en zo. En wat ik nog wil hebben, een betere setup momenteel. Maar die krijg ik allemaal binnenkort, dus ja. Dan vraag ik Kira, maar ik heb de naam er niet bij gezet: wat vind je van Feyenoord? Wat ik van Feyenoord vind, ze hebben dit seizoen een goed seizoen gehad. Ajax natuurlijk veel beter, maar Ajax gaat sowieso kampioen spelen, denk ik. Wat ik van Feyenoord vind, ze hebben echt een goed seizoen gehad. Met de spelers als de Halden hebben ze echt een goed seizoen gespeeld. Berghuis vooral. Natuurlijk, het seizoen 2016-2017 was veel beter. Toen hebben ze die record teruggehaald en hebben ze natuurlijk de kampioen dingen gemaakt. Dan hebben ze kampioen gespeeld. En ja, eigenlijk het seizoen daarna twee seizoenen daarna hebben die een goed seizoen gehad. Maar wat ik van Feyenoord vind, is dat dus. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik weet dat het wel een korte video vandaag. Maar vrijdag weer een langere video. Dus ja. Joejoe. Bedankt voor het kijken. Ik ben je boy altijd in. Joejoe.